Beste mensen, mijn naam is Feiko Westra en dit is alweer de 29e aflevering van de Wieken van de Westra's. En deze week gaan we heel wat laten zien, onder andere deze mooie kast en heel veel traptreden en mooie tafels. Dus ik zou zeggen, veel kijkplezier! Goedemorgen, onze Max die is druk bezig met Iroko traptreden. Nou, dat komt bij ons niet zo heel vaak hoor. Hij doet er R6 aan en tegelijkertijd is de CNC druk aan het zagen. Het worden allemaal rechte treden dit keer en moet je eens kijken hè, hoe de rotzooi dat Iroko geeft. Zijn we niet zo heel blij mee. Die jongens ook niet qua stof. Moet je maar eens kijken hoe stof dat geeft. Nou, kun je op een video niet zo goed zien denk ik. Maar... Nou, dan komt er straks nog een slijtstripje doorheen. En, of tenminste een slijtstrip van 8 mm rubber. Nee? Kijk, hij zet ze nu mooi even op maat. En je hoeft ze bijna niet meer te schuren hè, aan de zijkant. Zo glad dat die dingen zijn. Nou, dan pakt hij het 8 mm freesje en slijtstripje erin. Ach jong. En die doen wij, die slijtstrip, die rubberen slijtstrip, die doen wij 10 cm uit de kant. Kijk, dat gaat ook hartstikke mooi. Ach jong. En die traptreden die maken wij veelal voor metaalbedrijven. Het gaat zo mooi waar. Dan moet je eens kijken hoe stof wat dit geeft, joh. Oh, wat een rotzooi niet, dit houtsoort. Kijk eens, alles zit eronder. Kijk, ze hebben het gordijn hebben bij de meubelmakerij al dicht. Wat een rotzooi jong, wat geeft dit een stof niet? Gadverdarre. Lekkere bende. Nou, we laten Max mooi met rust. Een van de meubelmakers is druk bezig met een zogenaamde loftdeur. En dat is een dikke massieve eiken deur. Heel onlogisch, want de dorpel en de onderdorpel die zitten onder. Hart die kwam al bij me, die zei al van normaal dan zijn de stijlen aan de zijkant. Kijk, en nu draagt straks alles op die lijmnaad, zeg maar. Die stijlen die liggen hier van het massieve eikenhout. Nou ja, we doen ons best. Zullen we even kijken wat onze vriend Robbie doet. Robbie is druk bezig aan het schuren, zie ik wel. Mooie schuurmachine, hè? Robbie, weet jij nou hoe dit heet, dat hij op en neer gaat? Is het niet iets van axileren of zo? Ja, dat meen ik. Dan krijg je geen brandplekken in je eikenhout. Net handarbeid, hè, wat ze hier doen. Marco op aangekroond. Marco die is nog druk bezig met volgens mij legplankjes en laden allemaal. Nou, mooi. De Jouke die is druk bezig met het lakken van deze kast. Wat zo mooi is wat hier, hè? Nou. Mooi, man. Jouke die... is druk bezig met die dikke vette legplanken aan het lakken. Die komen in de schildlak. En dat is een extreem matte lak.
je ziet dat nu nog niet omdat het nat is natuurlijk, maar dit voldoet ons hartstikke goed, moet ik zeggen. Ja. Veel werk deze kaas, denk ik. Hé? Ah, goed. Hij rijdt ermee. Zo mooi is wat. Jouke heeft al heel wat kaas aan afgelakt. Een twee component. En ja, die geeft bijna geen strepen. Dus dat is verrekt een mooi spullen dit. En het werkt ook perfect, moet ik zeggen. Nou, doen we nog even een draaien de werkplaats in. Mooi nog, iedereen aan het werk. We hebben leuke drukte, moet ik zeggen. Gaat hartstikke mooi. Even kijken hoe mooie sprietkar we daarvoor hebben. Hè? Voor die legplanken te kunnen lakken, zeg maar. Nou goed. Mooi zo, de meulmakerij. Hé? Onze bedrijfsleider is druk als aan het uitvinden wat er verkocht is en wat er is afgesproken. En dit is het zicht uit onze showroom. Ik had net ook al even die Iroco treden erop. He, waar Max mee aan de gang is op een CSE. Hij doet er direct een R6 doet hij eraan. Maar een bende hoor. Allemaal fijn stof deze houtsoort. Zijn de jongens niet zo heel gek op. Oh kijk, hij staat hieronder. Ah, Max is altijd serieus. Kijk, hij vreest er nu een... Ja, je kan het niet goed zien, hè? Maar hij vreest er dus nu een slijtstrip in. En dat zijn van die rubberen slijtstrippen, zeg maar. Nou goed, een slagje door de showroom. Onze Rubio Monocoat stalen. Kijk, hè, zo mooi. Hier komen dan straks drie nieuwe kasten. En we gaan de showroom, als die kasten klaar zijn, dan gaan we het in één keer allemaal veranderen hier. En je dan ziet hoe mooi uitzicht dat die klanten ook hebben van ons, hè, op de werkplaats. Wat mooi. Nou, ik ben zelf bezig met een heel groot zwaartafel. Het zijzwaard, hè? Dus geïnspireerd op het zijzwaard van een scootje. En daar maak ik nu allemaal onderdelen van. En omdat deze zo groot is, heb ik het liefst dat we de onderdelen op een CNC allemaal zagen en frezen. En dan verlijmen tot één groot blad. Dus, nou, niet te langer over. Ik ga het straks wel even filmen. Wat hartstikke leuk, jongens en meiden. Nou, we beginnen met het grote zwaardtafel. En een zwaartafel, dat is geïnspireerd op het zijzwaard van een scootsje. Alleen wij maken ze in eiken en noot in dit geval. En omdat dit zo'n grote wordt, kijk, moet je maar eens even kijken, heb ik besloten om gewoon per deel een plank te laten maken door die jongens. En nou ja, wat je dan krijgt met die schuine kanten natuurlijk, dat je niet alleen van die grote cups gebruikt. Maar kijk, we hebben ook hele kleine. Zie je, Max die zet nu de middelgrote set erop. En wat ik doe altijd dit vlak. Doe ik in de computer die kant op. Dan weet Max ongeveer, hij zet hem niet zeg maar zo erop. Nee, altijd zo. En als het anders is, dan moeten we dat aanvinken of beschrijven. Nou, dan kan hij gerust die plank erop neerzetten. We gebruiken in dit geval alle acht armen, om het zo maar te zeggen. En dan kijkt Max even welke moet ik gebruiken. Nou, dan pakt hij de bovenste. En een voordeel wat wij bij de CSC hebben, dat is, dat heb ik al eerder verteld. Kijk, we hebben twee cilinders, waardoor dit extreem sterk is, zo'n drukbalk. En we kunnen hier makkelijk een gewicht van, pakken bij 400-500 kilo op hebben liggen. En dat drukt hij ook zo omhoog, dat is ongelooflijk. Maar goed, maakt niet uit. Ja, 16 erop, Max. Nou, en wat nog meer handig is, hè, wij hebben dan een handmatige, maar je hebt ook automatische cupverstellers. En veel mensen die vinden dat handig. Maar ja, wij niet. Kijk, we hebben in een
een minuut heb je zo'n heel apparaat klaarstaan. En dan zit er een sensor zit onder deze hele lange lengte. Kijk, dat zag je dus, dat doet hij dus met de arm. Nou, we hebben te lang gewacht. En dan zegt hij op een gegeven moment, meestal de computer zegt, ja, doe het nog maar een keer, jong. En kijk, vandaar dat hij, kijk, doet hij het nog een keer. Hier, nu zit hij vast. Ach, jong. En wat ik natuurlijk hoop, dat is dat we zagen ze. En omdat wij ze twee keer heen en weer zagen, hebben wij hele strakke, ja, langskanten, zeg maar. Dus die wil ik niet meer op de plakbank hebben. Ik wil ze nu gewoon ook zo in één keer kunnen lijmen. En ja, wat hij eerst doet, dat is dus die ronding. Die freest hij. Kijk, dat laat ik nu zien. Wat ik wil is dat hij eerst die ronding maakt. Want hier kun je nog wel eens een keer een splinter door krijgen. En dat wil gewoon heel makkelijk met een frees. En dan hebben we bewust hier naar de zaag gedaan. En die zaag die zorgt ervoor dat hij dus, mocht er nog een splintertje zijn, kijk, die haalt hij nu op. Nou, dit is wat vervelend. Hij begint bij de hele andere kant. Nou, en dan zaagt hij hem in twee keer. Nou, dat gaat gewoon heel mooi. Moet kijken, dat kun je niet met een formaat daar tegen zagen is. Maar ook niet zo mooi glad, zeg maar. We maken hard hier druk aan het schuren. Nou, we zijn benieuwd. Nou, het laatste stukje van het eerste deel van... Kijk, een heel klein hoekje nog. En dan is die klaar. Dan moet je even kijken. Precies op maat. Ronding van het blad. Nou, en we maken nu nog één. En dat is dan de contrast, zeg maar, voor de andere kant. Gaat zo mooi wat. Nou, we zullen zien hoe dit straks wordt. Goedemorgen. Het is al bijna maandagmiddag. Nog eventjes, we hebben pauze, maar... Jongen, we hebben het in de fabriek hartstikke leuk, dus hartstikke druk bedoel ik eigenlijk ook. Leuk is het ook altijd. En vandaag alweer 7 van deze meneer en frezen straks. En ik heb net even de cups eronder gedaan en ja jongen, die gaan we straks even simuleren, zeg maar, hier in de CNC. Onze Max die is nu druk bezig met een zwaar tafel en ook dat gaat hartstikke mooi en... Ik moet even kijken, waarom wil hij niet, jongens? Kijk, wat ik doe, ik teken dat vaak in SketchUp. Heel simpel, doe ik al jaren, ik denk wel 14 jaar al. En vervolgens dan zet je zo'n blad hierin. Ja, en moet even kijken, jong. Gaat zo mooi als wat. Hé? Nou, dan laten we even zien. Kijk, we willen even weten hoe lang heeft zo'n ding werk. En dus, kijk, daar gaat hij. Zie je hem al, dik minuut, 2 minuten. Nou, dan kun je hem alvast op play zetten. Je kan hem alvast wat versneld doen. Nou, kijk, dan heeft hij dus met een ovaal blad, Deens ovaal blad in dit geval, inclusief een facetrand, inclusief een V-groef voor de, ja, noem het maar, voor de bezorgers, dat ze het onderstel wat je daar ziet snel kan plaatsen. Hè? En nou ja, daar heeft hij toch wel even dik 10 minuten werk mee nodig. Inclusief zo'n facetrand en dat soort dingen. Maar ik moet ook zeggen, dit is een blad van 2,80 meter bij 1,10 meter. Met een facetrand. Wij doen trouwens een facet altijd in 3 keer. Kijk, hij is nu met de 2e keer bezig. En hierna dan komt er nog een V-groefje in, zeg maar. En waarom dat V-groefje? Nou, dat zei ik net al volgens mij. Om dat onderstel mooi te kunnen centreren als ze dat ding bezorgen. Nou kijk, nu heeft hij hem dus al voor de 3e keer. Dus de facetrand is nu bijna klaar, om het maar zo te zeggen. En kijk, en nu pakt hij een nieuw stuk gereedschap. Kijk, en dan doet hij, het beeld is niet zo scherp. Maar kijk, nu pakt hij dus die V-groef. En het zijn puur 2 hardlijnen aan de onderkant. Nou, en ik heb geen gekke dingen gezien. En uiteindelijk in 10 minuutjes heeft hij dus een Deens ovaal blad. Kijk, daar ligt hij. Helemaal gefreesd, inclusief facetrand, V-groeven, alles op en eraan. Dus, nou ja, we zullen zien. Hier moeten ze vandaag nog 7 van maken. Nou, ik heb zo straks bovenop kantoor al even deze laten zien. In een tekening dan. En hier liggen er een stuk of, nou, voor mij liggen er hier nog een stuk of 5. En Max die heeft nu het afval. Kijk, heeft hij er omheen weggehaald. En nou ja, nu moet de facetrand eraan komen, zeg maar.
En nou ja, in de vorige vlag heb ik laten zien hoe wij dat nog vroeger met de hand deden. En we laten nu eens even zien hoe dat dus met de CSC gaat. Nou, en had net de eerste ronde gehad met de scrubfrees. En de scrubfrees, dat is een ruige vrees, zeg maar. Kan je bijna niet zien, maar wat hij nu dus doet, dat is nog 2 mm eraf halen. Kijk, dat kun je hier mooi zien. Zie je dat? En dan zie je het verschil ook direct. Dit is de scrubfrees, dus dan zie je al die ribbeltjes, zeg maar. Kijk, en dit is de hele gladde vrees. En dan hoef je bijna niet meer te schuren. Zo glad is die. Nou, en ja, zo werken wij hier een beetje. Dus je hebt dus eerst de scrubfrees om hem uit te frezen, als het ware. En daarna dan pak je nog een keer 2 mm. Nou, hier kun je mooi het verschil zien. Het verschil in frees, zeg maar. En wij noemen die ene dan de scrubfrees. Maar goed, maakt ook niet uit. Hij moet die hele pallet moet hij nog. Nou, gaat helemaal goed komen. Nou, hij maakt inmiddels al veel meer lawaai. En kijk. Dit is de tweede slag. En dit is ja, hoe die uiteindelijk gaat worden. Dus een centimeter recht en dan 6 centimeter naar binnen toe. Nou, en dit deed ik dus vroeger met de hand. En die jongens ook. Ja, dit kan gewoon niet meer met de hand, jongens. Zeker niet dat je ja, zoveel tegelijk moet doen. Hè? Kijken hoe mooi, hè? Daar komt hij aan, het laatste slagje. En dan doet hij er nog een veegroefje in. Hey, zo mooi, kijk, hij buigt er ook mooi uit. Oh. En dan pakt hij het veegroefje, zeg maar. Hey. En dan zet hij er nog een I en een X-lijn op de onderkant van het blad. En dit doen we in principe voor de bezorger, zeg maar. En zo kunnen die mooi ja, vrij snel zo'n metaal of houten onderstel eronder schroeven. En dat gaat zo mooi als wat. Dit hebben we zelf wat uitgevonden met elkaar. En ach jong, werkt perfect. Nou, even kijken zo mooi. Hé? Ja. En dan is er straks weer een deensovaal blad klaar. Nou, moet je eens kijken, hè. Wat er dan allemaal klaar staat op een maandag. En al die tafelbladen. Die grote kast hè, die we vorige week erin hebben gezet. Tjonge, jonge, 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 jonge. Ah, daar kun je alleen maar blij mee zijn, jongen. En ja, je ziet de kwaliteit van onze vakmensen hier. Hè, de meubelmakers en weet ik het. Oh, jongen, dat is echt niet normaal. Tot in de detail toe, zulke soort traptreden ook, kun je je niet voorstellen. Nou goed. Hé, Le Havre is prachtig. Nou, maandagmiddag en we gaan de helft van het grote zwaardblad verlijmen. En dan gaan we eerst allemaal deuvels invreden. En nou, dat gaat hartstikke mooi. Nou, ja, het zijn geen deuvels, het zijn eigenlijk de, hoe noem je dat, van die lamellen, van die lamellen, moet je mij eens horen, van die domino's. Hé hey, jongen, ik ben helemaal in de war. Dat komt denk ik ook door het geluid van het grote ding daar. Max die is al met de zesde aan de gang. Hé hey, jongen, nou. Hart is druk bezig met dit greepje in te frezen. Dat zouden we op een CSC kunnen, maar dat doen we dus gewoon met boomvreesje. Dit wordt namelijk een massief eiken deur. Een grote zware jongen die straks hierin komt te hangen, in een rail zeg maar. En nou, de klant die wou beslist dat ja, de dorpel boven en onder kwam. Normaliter dan zie je altijd dat de dorpel ertussenin zit. Maar klaar, dat maakt ons niks uit. Wat...
de meubelmaker het bedacht is dus dat hier een hele grote pen in zit. En die ook verlijmd is hier en hier. En ja, daardoor krijg je een hele stevige constructie als het ware. En we hebben het paneel, die zit er compleet los in. Die heeft hier ongeveer 8 mm en daar kan hij nog werken als het ware. Kijk, en nu zie je het nog. En daar heeft hij alleen maar een klein, ja, nietje als het ware ingeschoten, zeg maar. En dat doen wij ook altijd bij grote kassen. En dat werkt ook hier perfect. Nou goed. Jouke die is druk bezig met die hele grote wandkast in een skiltlak te zetten. Dat is een twee componenten, ja, extreem matte lak gebruiken wij ervoor. En dan krijg je het nu nog vochtig, maar je krijgt die uitstraling van ja, het onbehandelde hout, zeg maar. Deze kast die komt van de week. Hopelijk gaat die nou ja, pronken in een woonark. Ik ben heel benieuwd. Mooi in de regio hier ook. Nou, het is maar wat vandaag. Druk, druk, druk. Maar we houden er eerst weer voor op. Het is maandagmiddag, 20:05 en we gaan weer naar het vrouwtje toe. Ik sta de oude zakje vertellen. Hey, ontmoen, tot morgen. Nou, de salontafel Atoon. Kijk, dit heb je nodig. Mooi gelukt. Heen? Een van onze andere meubelmakers die is druk bezig met een ja, soort beker als het ware. Moet je nou kijken hoe mooi die was. En dan komt hier nog een plaatje in, zeg maar, van een kampioenschap en dit en dat. Mooi of niet? Heen? Nou, vandaag tot nu toe weinig gefilmd, want ik moest bij een klant de ene na de andere notenkast ja, inmeten, zeg maar. En daar moeten we dan van alles over bedenken. Onze Max die is druk bezig met programmeren inmiddels. En ik ben zelf al een tijdje aan de gang met een hele mooie massiewijk in keuken. Waarbij dan ook daadwerkelijk alles eiken is. Zelfs het blad, zeg maar. En nou ja, je ziet het al, wat voor stappen dat wij dat hier doen. We tekenen een 3D-tekening. En uiteraard met kleuren en al. Maar dit zijn dan meer de productieproces. Vervolgens pik je die tekening eruit. Je haalt de bladen eraf. Je haalt vanuit die tekening haal je dan weer de kastjes. Daar zie je de bladen liggen. Nou, en dit is dan het uiteindelijke idee zoals wij het hier doen. Hè? Max die is ook net al zei druk aan het programmeren. Hij had net alweer een kast klaar. En inmiddels is hij weer met een deensovale tafel bezig. Of met een blad. Nou ja, zullen we straks nog even de fabriek in kijken. Nou, moet je eens even kijken. Twee losse bladen op dit moment nog. En wat Max gaat doen, die, want die jongens, die meubelmakers, die wilden graag dat er bladspanners in komen. Zodat we deze mooi kunnen ja, verlijmen, om het zo maar te zeggen. En wat we dan ook nog gaan doen, dat is aan de andere kant dan. We gaan ook nog mooie V-groefjes erin maken. En dan lijkt het straks net of zijn dat echt hele mooie waaiervormige ja, balken, zeg maar. Een grote jongen hoor, vergis je niet. Kijk eens. Er komt hier ook nog een puntstuk. Zoals een echt zwaard, hè, van een scootje. Dat komt dan nog hier en dat gaan we maken van massief notenhout. En deze die moet nog een beetje ronder geschuurd worden, tenminste dat wil ik graag. En dan krijg je hem, want kijk, hij loopt nu nog wat op een beetje op een punt uit. Dus dit gaan we met de hand nog mooi maken en nou, dan gaan we er straks een juweeltje van maken. Mooi of niet, hè? Oh. Nou, de beker, hè? Daar beneden komt nog een, die ligt op die kar daar, die komt hier nog bij en dan wordt dit een ja, soort bokaal als het ware. Komt er straks nog een mooi in metaal, een Friesland ja, bordje komt er naar bovenop. En dit wordt dan voor ja, de stakkaars, om het zo maar te zeggen. Prachtig, hè? Nou, goedemorgen. De
Amerikaanse model is inmiddels ook klaar. En het blad is klaar, kijk. Het is een rustieke tafel geworden met een boomstamrand. Eens even kijken, hè. Met twee insteekbladen. Kijk, dan zie je de constructie ook even. En deze tafel die hebben we afgewerkt met een Rubio Monocoat en dan de White. En dan krijg je dit effect. Kijk eens hoe mooi dat lijkt. Hé? Mag dat ook niet. Nou. Nou, een van de meubelmakers die is druk bezig om, moet eens kijken. Is dit niet kwaliteit? Hé? Dit met veer en groef op de CNC gedaan. Nou, die gaat hij nu even verlijmen. Nou, die jongens die hebben, of tenminste, die zijn bezig met een groot zwaardblad. En daar hebben ze twee delen gemaakt en wat Max heeft gedaan. Max, dat laat ik eerst even hier zien. Kijk, dit is straks de bedoeling. We gaan die twee helften, die gaan we niet met lijmtangen alleen doen, maar die gaan we ook met bladverbinders gaan we die verlijmen. Zodat je dus een hele goede verlijming hebt. Kijk, en daar kun je dus die 8 mm zien voor dat strookje. 2,5 centimeter diep. Nou, dat gaan we niet helemaal volgen. We gaan net even kijken hoe ze dat gedaan hebben. Kijk, zie je dat? Mooi, of niet? En dit is natuurlijk de onderkant van het blad, hè? Dus daar moet wel even duidelijk over zijn. Nou, moet je even kijken hoe mooi dat die ronde kolompoten van ons worden. Hè? Ze verlijmen dat dus met een sjarband. En kijk, deze die hadden er net uit. Sorry voor dat geflikker. Maar het is onvoorstelbaar. Ze hoeven er in principe likjes even omheen te schuren en klaar is klaar. En dan heb je geen fineerbende, hè? Dan is het dus een echte, sorry voor dat geflikker, want dat komt door die leuke ladlampen. Maar je hebt er zo geen werk van. En wat wij doen is, we maken een, dit is een voor een showroom. Voor een hele luxe showroom in het zuiden van het land. Die willen ze graag showroom model hebben, zeg maar. Nou, alleen maar positief. Hé? En eentje voor een klant is verkocht. Door diezelfde woonwinkel, zeg maar. En dat is wat meer een woonwinkel voor het hoger segment. En dat past precies in ons plaatje, laat ik het dan zo zeggen. En ja. Hoe bevestigen wij dit aan een grote tafelblad? Nou, wij gaan hier gewoon straks, heel eenvoudig, 4 metalen blikken. En die blikken die schroeven we daarop en die frezen we dan als het ware weer onder in dat blad. Zo simpel kan het zijn. En dat werkt perfect. Daaronder komt straks dan nog van die filtjes, om het zo maar te zeggen. Kijk, hier liggen trouwens die veren. En die veren die zitten dan allemaal weer hierin. Mooi, hè? Dan moeten we er maar wat beton in doen. Dan kunnen we zeggen extra zwaar. Hè? Er was vroeger ooit een Nederlands meubelmerk. Ik zal geen namen noemen. Maar die deed hier dus bewust beton in. En dan maakten ze de reclame. Ik zeg maar niet wie het is, welk merk. Want volgens mij bestaat het niet eens meer. Maar ja, dat was allemaal nep en dat deden ze vooral in vierkante poten, holle poten. Dat wordt er gezegd, hè, laat ik het zo zeggen. Dus waar is, weet ik niet. Misschien kunnen jullie dat in de comments zeggen, maar hoe simpel kan je iets maken, hè? Nou goed. Maker Robbie die is alweer druk bezig met een hele mooie Deens ovaal met facetrand. En moet eens kijken, zo mooi, hè? Nou, hier hebben we alweer mooie laden in elkaar zitten. Onze meubelmaker Marco die is druk bezig met eens kijken hoe mooie grote tv-wandkast. En eens kijken, dit is mooi. Hé?
komen laden en deurtjes maakt hij erin. En dan komt er nog een groot stuk bovenop. Met allemaal zwevende legplanken ook. Het gaat zo mooi wat. Rudy is druk met de merken aan het staafschuren. En die ook, hè. Oh, wat een plaatje. Ik heb hem net ook al even op. Maar moet je eens kijken. Een hele constructie eronder vanwege dat insteekblad. Maar wat dit hier mooi geworden is. Jouke die is klaar bijna met de grote kast. Gaat ook zo mooi wat. In de skillblak om het zo maar te zeggen. Nou, dan doen we het eerst weer zo, jongens. Ga ik weer naar Max toe. Max is druk aan het programmeren weer. Nou, goedemorgen. Het is donderdagmorgen. En Max die heeft gistermiddag een opdracht gekregen. Dat hij moet diverse trappen, daar moet hij allemaal traptreden van maken vandaag. En als je dan ziet wat voor houtsoort dat het is. Het is onder andere voor een eikentrap en diverse beukentrappen. Maar ook hele dikke trappen van pak een beetje 53 mm dik. Beetje naar beneden, ja, een lepel achteruit. Oh. Nou, we laten hem maar mooi met rust. Nou, we hebben net het Max 7, die hele dikke stapel beuken panelen goed neergezet voor de CNC. En dit is weer zo'n klus, hè? Moet je eens kijken hoeveel dikke treden, 53 dik. Al wat borden, laat ik het zo zeggen. Jeroen die is druk bezig met het schuren van een notenblad. Gaat ook mooi door. Nou, een andere meubelmaker is daar bezig met die ronde poten allemaal. En ach jongen, dat gaat zo mooi wat. Dus het zal me straks benieuwen hoe snel we dit er doorheen kunnen krijgen. Hé? Mooi man. Nou, onze Max is druk bezig met allemaal massieve beukenhouten treden. Dit zijn dan 40 mm diktes. En moet je kijken, het is inmiddels alweer een mooi palletje vol. Maar hij moet er nogal wat. En wat hij doet, als hij dus dat CNC gefreesd heeft, dan zetten we er direct een R6. En in sommige gevallen een... Nou, moet je eens even kijken. We zijn hier druk bezig met een groot zwaardblad van wel 4 meter in lengte. Ja, je ziet hier de bladverbinding nog, want het waren eerst twee bladen hadden ze gemaakt. En kijk, eens kijken hoe mooi had dit straks wordt, want ze hebben alles al afgetekend. Gaan met de hand straks de elektrische schaarmachine en de schuurmachine, gaan ze die speciale zwutranden er allemaal omheen schaven en schuren, zeg maar. Dan wordt het echt een juweeltje. Meubelmaker Jeroen is druk bezig met een notenblad snel er nog even in te doen. Oh, je hebt daar nog twee, zie ik wel. En wij verlijmen hier trouwens altijd met Rapid Fur. Een constructielijm die ons heel goed bevalt. En dat gaat gewoon hartstikke mooi. Nou, laten we eerst even met rust. Kijk, de CNC is druk aan het zagen en frezen. Kijk, en onze Max die zet er direct een R6 frees die erom. En wat is een R6? Nou, dat zie je hier. Dat is dat rondje. Gaat wel hartstikke mooi. Moet maken Marco nog druk aan de gang. Prachtig, no? Wat een werkje. Ongelooflijk. Nou, moet je eens even kijken. De eerste showroomkast is klaar. Licht rustiek, want ik wou er beslist wat noesjes in hebben. En wat mooi. Hier zijn mijn vrouw en ik heel blij mee. En ik denk dat straks de klanten ook wel blij zijn. Want ze kunnen meestal alleen maar bij ons in, hier in de fabriek kasten bekijken. En dat gaat straks veranderen. Want
We maken een stukken wat hele mooie kasten en onder andere een keuken. En dit is allemaal greeploos en dit wil ik straks verkopen als strakke tafel, zeg maar. Mooi of niet? Je kan er nog verlichting in krijgen als een optie. En andere indelingen ook natuurlijk. En de kast komt waarschijnlijk ook op een webwinkel te staan. Dan kun je hem in verschillende lengtematen, dieptematen, hoogtematen. Je kan zeggen ik straks ik wil deurtjes of ik wil laden of weet ik het. En dat ga ik allemaal samen met mijn collega gaan we dat op een webwinkel doen. Nou, goedemorgen. Het is vrijdagmorgen en onze Max die is bijna door de traptreden heen van die ene metaalbewerker. Kijk, dit zijn beuken traptreden, 53 mm dik, twee slijtstrippen erin. En eens kijken hoe rommel dat beukenhout geeft. Hè? Maar goed, hij moet nog even een setje en dan is hij er ook doorheen. Ah, het gaat zo mooi wat. Zullen we voor de grap eens even kijken of zo'n slijtstripper ook mooi in past. Even kijken, waar ben je? Oh jongens, kijk eens zo mooi. Dat gaat mooi, hè? Huppatee. Nou. Het is ook best zwaar, of niet? Bliksem. 53 mm... dikke beuken panelen en die hebben we klaargemaakt en moet je even kijken, hè? Het is een mooi repeteerwerk natuurlijk, hè? Gaat zo mooi wat. Nou, en volgende moet je even kijken, zo mooi. Ja, nou, we filmen niet alles, want het heb ik vaak genoeg gefilmd. Maar wat wij doen, dat is namelijk altijd eerst de treden zagen. En door ja, dat we ze heen en weer doen, zeg maar. Dus we gaan eerst een, zal ik het even laten zien. Er komt nu stof uit, moet je maar rekenen. Maar kijk, hij zaagt hem eerst nou, net wat meer dan de helft door. En dat stof wat je nu ziet, dat komt natuurlijk doordat dit een sleufje is. Nou, en dan komt hij weer op de terugweg. En dan gaat hij er doorheen. Dat moet je wel laten zien. Kijk. En dan heb je aan beide kanten geen splinters. Maar het mooiste van alles is, je hoeft bijna niet te schuren. Omdat je namelijk twee zaagsneden tegen elkaar in druist, om het zo maar te zeggen. En dat werkt gewoon zo mooi als wat. Waardoor we in principe dus nu een R6 erop doen. Nou, die moeten we dan natuurlijk wel schuren. En dan kun je heel snel wat treden nou ja, klaar krijgen, zeg maar. Hé? Nou, dit waren de beuken traptreden voor eerst. Allemaal tafelbladen. Die worden even extra nageschuurd door Jouke met Amerika. Dat gaat flikker. Onze Marco die is druk bezig met allemaal traptreden in olie te zetten. Dit zijn dan weer voor een andere metaalboer moesten we een setje van 14 traptreden op maat maken. En het liefst ook direct in de monocoat puur zetten. Dat is een twee componenten ja, soort blanke olie, zeg maar. Hè? Je hebt ook nog een naturel, dan krijg je meer dat onbehandelde uitstraling. Maar dit is meer de, ja, hoe moet je het zeggen, de natuurlijke uitstraling. Dus wat meer de geel-bruinige. Dat werkt gewoon hartstikke mooi en het ziet er ook helemaal mooi uit. Maar goed, we doen het eerst zo. En de jongens die zijn druk aan het bezorgen met man en macht. We hebben een bus volgeladen gisteravond. En we, vandaag zitten we dan weer in de traptreden en dergelijke. Nou mooi. Kijken hè. Is dit niet mooi? Dit is noestvrij Amerikaans notenhout. Het is een Deens ovaal blad. Met een hele mooie facetrand eraan gevreesd. En ja jong, zullen we kijken. He? Het ligt alweer helemaal vol en dat op vrijdag. Deze meubels die gaan dan weer volgende week allemaal weer weg.
Ik zou zeggen, heeft u of heb jij eens een keer een mooi tafelblad nodig? Weet ons te vinden? Of kijk eens even op www.meubelfabriekwestra.nl, onze website. En daar kun je ze in alle maten krijgen. Eiken, noten, rond, deensovaal, ovaal, rechthoek en nou ja, eigenlijk gewoon alle vormen. En ja, we doen niet alleen de particuliere markt. We verkopen natuurlijk heel veel aan particulieren. Vooral maatwerk en onze mooie ja, eigen ontwerpen, om het zo maar te zeggen. Hè? Zoals de La Havre en deze geweldig mooie atoomtafel. Moest kijken, daar staat er ook nog eentje. Hè? Maar ben jij meubelmaker of interieurbouwer? Wij werken voor meer dan 50... Jawel... Meer dan 50 meubelmakers en interieurbouwers en woonwinkels in Nederland. En die bestellen allemaal bij ons ja, tafels, kasten op maat, gewoon losse bladen. Ga zo maar door. En waarom komen die steeds weer? Nou, dat is maar om één ding. Kwaliteit. Kwaliteit, kwaliteit, jongens. En daar gaat het bij mij om. En de reden dat ik deze vlag maak, dat is ook omdat ik gewoon deze passie wil delen. Van deze mooie meubels, hoe ze gemaakt worden, ruwe hout en weet ik veel wat. Ik vind dat gewoon mooi. En het is een discipline die ik elke dag mezelf weer opleg. Vanaf 's morgens 7 uur tot 's avonds. En al het editwerk doe ik ook zelf. En ik heb daar een heel goed gevoel bij. En ja, klanten waarderen het ook. Want je ziet dat het in Nederland gemaakt wordt. Je ziet dat er door vakmensen ja, meubels worden afgewerkt en dat soort dingen. Dus daar ben ik zelf ook heel trots op. Maar goed. Nou, dat is weer het einde van de Wieken van de Westraat van deze mooie vlog. Aflevering 29. En wat hebben we wat rommel gemaakt. Moet je even kijken wat Max daar beet heeft. We hebben allemaal traptreden gevreesd en weet ik het allemaal. Hebben jullie allemaal gezien zo'n straatje. Dus wij houden op, we hebben weekend. Morgen is de showroom hierboven nog open. En ik zou zeggen, vond je deze video mooi? Abonneer je en like even. Geef ook even een commentaar, mag altijd. Persoonlijk reageer ik daar altijd op. En ik zou zeggen, tot de volgende keer, tot de volgende weekend.